Het was de zoveelste koude winterdag dat de belegging duurde. Het eten en drinken raakte bijna op en muiterij dreigde. De officier wist dat hij nu snel iets moest ondernemen, anders zouden zijn mensen van de honger en dorst omkomen. Maar de overmacht was groot. Te groot. Hij moest een list verleren. Maar welke? Na een lang piekeren wist hij het. Hij pakte de pispotten van de soldaten, liet deze vullen met kruid en lont, en deze zette hij neer op het groot plein. De vijand liet zonder vuurgevecht de vesting binnen en leidde de vijand naar het plein. Daar brachten ze de pispotten tot ontploffing. De vijand dacht natuurlijk dat de overmacht aan de voorkant op het plein stond en liepen al schietend door. Achter hem stelden echter de soldaten zich op en namen de vijand gevangen. Een van de pispotten is daarmee over de vijand geraakt. Dit werd een reliquie en die werd ook op een ereplaats gezet. Dus je weet nu waarom er een gat zat in de pispot.